Ik heb nu wel een poosje zitten luisteren en eerlijk gezegd, ik hou wel van het lied Langs het tuinpad van mijn vader. Dat is een mooi lied, nostalgisch beeld, prachtig. Maar dit is wel de heel bittere variant met eerlijk gezegd een auto zonder achteruitkijkspiegels. Als ik de heer Wilders namelijk hoor over armoede en over wat dit kabinet doet, dan mis ik compleet de reflectie op de afgelopen jaren. Ik heb toch maar even de cijfers gepakt. 2012, 1 op de 10 kinderen in armoede. Komend jaar, als de plannen van dit kabinet doorgaan, 1 op de 5. Natuurlijk willen we allemaal dat geen één kind opgroeit in armoede. Maar doe niet alsof het beleid van de heer Wilders iedereen in een soort zevende hemel zou brengen. Wees eerlijk en zet je in voor concrete oplossingen in plaats van dit gefulmineer, wat alleen maar doet alsof alle anderen stom zijn en Geert Wilders het slimste jongetje van de klas. De heer Wilders. Nou, het zijn uw woorden, niet de mijne. Het zijn wel mooie woorden. Maar, probeer het vriendelijk te houden, meneer Wilders. Voorzitter, wat zegt u? Ik probeer het vriendelijk te houden, dus dat lijkt me goed, goede gewoonte in dit debat. Gaat u vooral zo door. Voorzitter, nee, kijk, de koopkracht is, het is ver onder de maat. Het is ver onder de maat. Kijkt u naar de laatste 2 jaar. Vorig jaar gingen alle huishoudens van Nederland, en dan heb je over die koopkrachtcijfers, dat zegt niet alles, maar toch meer dan 1% op achteruit. Nu gaan ze door, de mediaan, 1,8% op vooruit. In totaal gaan alle huishoudens, hebben dus een plus 0,7. Plus 0,7. Je ziet ook zelfs naar de armoedecijfers, dat als je kijkt naar de nominale getallen, dat die 840, 850, wat zijn dat mensen in armoede, dat dat zelfs nog stijgt, ondanks dat pakket. Je ziet dat de mensen die gewoon hard werken voor hun geld, de middeninkomens, dat die geen kant meer op kunnen vaak en niet weten waar ze allemaal de vaste lasten van moeten betalen. Dus ik zeg u, u heeft perverse keuzes gemaakt. U heeft ook als ChristenUnie ingestemd met 70 miljard euro. 70, het doet nog pijn als ik het uitspreek. 70 miljard euro aan klimaat en stikstof. Heeft u voor betaald? U heeft geweigerd de grenzen te sluiten, wat ook nog een keer 24 miljard euro per jaar kost. Dat is bijna 100 miljard bij elkaar. En dat hadden we kunnen uitgeven aan de Nederlanders. Dus kom die nou niet aan van het is allemaal ietsjes beter geworden. U heeft gefaald. U heeft op alle gebieden, dat bedoel ik vriendelijk, maar dus wel de waarheid, u heeft gefaald. Mevrouw Bikker. Voorzitter, ik vind het heel fijn om te noteren dat de heer Wilders gaat proberen om dat vriendelijk te wisselen. Dat is toch al voor mij de winst van dit debat en van een nieuwe cultuur. Dan hoop ik dat het eerste deel van zijn bijdrage zou ik dan anders schrijven. Maar goed, ik zit duidelijk niet bij de PVV. Even terug naar wat de heer Wilders zegt. Want hij suggereert, voorzitter, dat alles maakbaar is. Dat dit land een soort los te knippen is met een schaartje. En dan gaan we alles even lekker perfect regelen. En naar iedereen thuis die hard werkt en die een gewone boterham wil verdienen. Ik sta naast die mensen. Ik wil voor ze opkomen en ik doe vandaag concrete voorstellen. Om bijvoorbeeld dat buskaartje betaalbaar te houden. Maar laten we eerlijk zijn. Een oorlog in Oekraïne, en daar is net al het nodige over gewisseld met de collega's, heeft gevolgen voor Nederland. En als u dat allemaal blijft ontkennen, klimaatverandering betekent dat mensen zullen vluchten. Als je ergens geen oogst kan hebben, wat doe je dan? Dan ga je vluchten. Kunnen we van alles van vinden hoe je daarmee omgaat. Maar het ontkennen alsof je Nederland los kan knippen met een schaartje, dat is pas de mensen een poetsbakken. En ik hoop eigenlijk dat de heer Wilders daarin zelf ook inziet. Als je op deze weg doorgaat, klinken de plannen fantastisch, maar de oplossingen hebben 0,0036 effect. Heer Wilders. Voorzitter, als er iemand mensen een poets bakt, dan is het de mevrouw van de ChristenUnie wel. Kijk naar het stikstofbeleid. We zagen vorige week, wat is dat, 30, 40 miljard gaat dan naar stikstofbeleid. We zagen vorige week een rapport van de Universiteit van Amsterdam dat 90% van die stikstof, van die zogenaamde piekbelasters, ergens in de hogere luchtsferen terechtkomt en helemaal niet in de buurt van de boerderijen, laat staan de natuurgebieden. Totale onzin waar uw beleid jarenlang op is gebaseerd, waarop u de boeren van Nederland, de ChristenUnie, heeft de boeren van Nederland om zeep geholpen en het klopt gewoon niet. Ander voorbeeld, voorzitter, in Schiermonnikoog. Vol trots melden ze in Schiermonnikoog dat ze 40% van de koeien hadden afgestoten, geslacht, weet ik wat ze ermee hadden gedaan. 40% minder. Het gevolg, het ammoniakniveau was niet gedaald, maar gestegen. U houdt met uw beleid mensen zo verschrikkelijk voor de gek. De boeren helemaal voor niets kapot. Daar gaat u miljarden aan besteden. Nederland nogmaals is verantwoordelijk voor, wat zei ik, een paar procent, nog niet eens, van de CO2-uitstoot. En u geeft tientallen miljarden daaraan uit.
Terwijl het gewoon weggegooid geld is. En ik denk dat heel veel mensen in Nederland die zich zorgen maken vinden. Dat je dat misschien wel op een verstandige manier moet doen als je dat al wil. Maar dat je het geld vooral aan de Nederlanders moet geven. Nederlanders hebben grote problemen vandaag van de dag. Het waren eerst de minima. Die zijn het helaas nog steeds. Maar het zijn ook de ouderen. Niemand heeft het over de ouderen. De ouderen. Vandaag, mevrouw de voorzitter, die van alle kanten worden gepakt. De werkende, de modale inkomens. Mensen die het gewoon niet meer trekken. Daar moet ons geld naartoe, niet naar die gekkigheid van nu.